Hallo lieve mensen en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. It has been a while, I'm sorry. Ik wil echt graag vaker posten hier op YouTube en meer video's maken voor YouTube. Maar het editen is zoveel werk. En het gaat altijd fout. Het gaat altijd fout. Mijn MacBook crasht, mijn harde schijf werkt niet. Alles gaat fout. Maar ik ben op zoek naar een nieuwe laptop en een nieuwe camera. Dus hopelijk komen er ook nieuwe video's aan. In deze video wil ik jullie laten zien wat voor supplementen ik neem. Van MyProtein obviously, because my favorite brand for supplements. Ik heb trouwens ook MyProtein aan nu. Ik ben de laatste tijden echt heel erg into petjes. Ik weet niet waarom, maar ik ben echt badass met een petje. Anyways, ik ga jullie dus laten zien wat voor supplementen ik gebruik, waarom ik ze gebruik en wat mijn favoriete smaken zijn enzovoort. So, let's go! Oké, ik heb nog steeds een doos met mijn protein van een paar weken geleden nog steeds hier staan. Ik hou niet van uitpakken. Anyways, deze vegan MyProtein Water Strawberry is life. Oh my god. Girls, I kid you not. Dit is lekker. Dit is echt mijn favoriete water. En let's look at the stats. Stats aren't too bad. 10 gram eiwit per flesje. Nou, ik hou heel erg van zoete drankjes. En dit is heel erg zoet. Als jij nou niet heel erg van zoet houdt, dan zou ik hier niet voor gaan. Maar als je zoals mij heel erg houdt van zoete drankjes, dan go for it. Oké, ik weet deze video gaat over supplementen, maar deze hoodie zit bij mijn laatste order. En I love it. I love it. Ik ga hem zo even voor jullie aandoen en laten zien hoe hij staat. Oké, en we gaan door naar het volgende product. Intra-workout. Nou, hier ben ik echt net mee begonnen. Nooit eerder gebruikt. Maar Oma Mountain Dog heeft hier alleen maar goede dingen over te zeggen. And I trust him with my life. Dus heb ik deze aangeschaft. Samen met mijn vriend gaan we dit uittesten tijdens de workout. Het is cluster dextrin zit erin of zo. Amino acids en koolhydraten. Dus het is wel wat calorieën. Maar het is tijdens je workout. In plaats van BCA's heb ik dan dit. And we will see what it does. Oké, dan gaan we even door naar eiwitpoeder. Want zoals jullie weten, ik kan niet leven zonder mijn eiwitpoeder. Op dit moment is matcha eiwitpoeder mijn favoriet. Ga ik volgende maand weer meer van bestellen, want hij gaat snel op. Anyways, ik weet niet of jullie weten wat matcha is. Maar ik ben echt een matcha lover. Het smaakt een beetje naar groene thee. Het is een soort van groene thee latte. En ik vind het vooral heel erg lekker in mijn smoothie bowls gemixt met bananen en pindakaas. Lekker. Dus ja, dit is op dit moment echt mijn favoriet smaak. En hiernaast vind ik Hokkaido milk ook heel erg lekker. Ik ben echt van die apartere smaken. Maar Hokkaido milk heb ik nu niet in huis. Dan hebben we de Clear Way. Jullie kennen deze vast allemaal al. De matcha poeder drink ik vaak tijdens mijn smoothie bowls. In mijn smoothie bowls, in shakes, van die blend shakes. Dus voornamelijk dan. Anyways, de Clear Way daarentegen drink ik gelijk na mijn workouts met water. Want is gewoon iets verfrissender dan zo'n matcha shake met whey. Dus ja, de Clear Way heb ik met water na mijn workout. En de smaak watermeloen is op helaas. Maar watermeloen en peach tea en mojito zijn denk ik mijn favorieten. Deze wat minder. Peach tea ook wat minder. Maar ik denk als ik één moet kiezen, dan is het toch de watermeloen. Misschien ook belangrijk om te vertellen is dat de Clear Whey Isolate is en de matcha poeder is gewoon Whey Impact. Het verschil is dat Isolate iets minder vet en koolhydraten en daarom ook minder calories heeft en de Whey niet. Maar de Isolate is wel duurder, dus je moet maar kijken wat je belangrijk vindt. Ik heb beide, ik vind mij maakt niet zoveel uit. Maar ja, dat is dat. Oké, dan hebben we de BCA's. Dit is een omstreden product en vaak wordt het gezegd door mensen dat het geldverspilling is en dat het niks doet. Ik weet het niet. Ik geloof, ik heb bepaalde mensen die ik meer geloof, zoals Mountain Dog en zo. Maar die zeggen daarentegen dat BCA's eigenlijk wel wat doet.
En ik drink het al eigenlijk zolang ik sport. Ik kan niet echt zeggen of het nou echt heeft bijgedragen, omdat ik nooit niet heb gedronken. Dus of het heeft bijgedragen mijn progressie of niet. Anyways, de BCA's vind ik, drink ik niet per se voor een reden. Behalve dan dat ik water saai vind. Dus alleen water vind ik saai. Met een BCA erin heb ik een smaakje. Drink ik ook meer water tijdens de training. Omdat ik het lekkerder vind. As easy as that. Maar nu ik de intra-workout heb, ga ik de BCA's even laten liggen. Omdat ik dus over ga stappen op de intra-workout voor een tijdje. Daar wordt wel over gezegd dat dat echt helpt en werkt. Maar die intra-workout zou ik niet aanraden voor beginners. En is meer voor mensen die al wel wat jaren sporten. Dus. Dan even de protein bars. Ik heb voor mijn protein de laatste tijden niet heel veel protein bars geprobeerd. En ik weet niet waarom. Waarschijnlijk omdat de gyms dicht zijn en ik protein bars meestal eet gelijk naar de gym. Maar deze brownie heb ik nog. En dit is op dit moment echt mijn favoriet. De favorieten van diegene die ik heb geprobeerd. Van al die bars die ik heb geprobeerd. Is dit wel echt de lekkerste bar. Dus die raad ik ook echt heel erg aan. Ik ga jullie even de binnenkant laten zien. Hij is heel smeuig. Hij smaakt gewoon naar protein brownie. Ja. Dit is echt een aanrader. Het is heel zacht. En er zit een stukje chocola in. Echt lekker. Ik heb nog brownie in mijn mond. Ik ga er even. We zijn er bijna doorheen. De Vita Viber. Nou, jongens. I swear by this product. Trust me when I say that I use this every day. En waarom? Easy. Ik kom vaak niet aan mijn vezels op een dag. En dan heb je poeder voor extra vezels. Wat een lifehack. Dit doe ik bij mijn koffie, bij mijn shakes, bij alles wat je maar kan bedenken. Ik doe het erin. En dan heb ik weer vezels. En wat doen vezels met jouw lichaam? Dan ga je lekker van kakken. Sorry voor taalgebruik, maar ja, het helpt. Jongens, het helpt. Probeer het. Je stoelgang gaat er echt goed van werken. Ik vind het chill. Ik vind het heel chill. Dan hebben we de protein granola. My babe. Deze eet ik met melk, met smoothie bowls. Ik slaap ermee, ik eet het, ik doe er alles mee. Ja, guys, dit is gewoon awesome. Dit is super lekker, het is chocolade karamel. Het is super lekker voor je smoothie bowls on top. Of een ontbijtje met je melk, of met yoghurt, whatever. Mijn vriend en ik zijn allebei obsessed met deze en eten deze elke dag. En het is gewoon protein granola. Do I need to say more? Dan hebben we protein pancakes met de protein latte. Die samen is een geweldig ontbijtje. Of lunch, of whatever. Deze is met maple syrup smaak. Echt lekker. Ik had vorige keer de chocola, maar maple syrup is nog lekkerder. Echt een aanrader. De protein latte is super lekker, maar het heeft klontjes. Die hier best wel moeilijk zijn om uit te krijgen. Ik heb een tip ontvangen om die samen met amandelmelk koud te roeren dan in de magnetron te doen. Dat werkt wel, maar het ontploft. En je hele magnetron zit eronder. Maar voor diegenen die zin hebben om hun magnetron schoon te maken, probeer het eens, zou ik zeggen. Last but not least zijn de vitamin gummies. Because we all love our vitamins in gummy form, right? Eet gewoon super lekker weg en je vergeet nooit je vitamines, want het is gewoon snoepen. Super lekker. Heel handig. En ik heb eindelijk geen moeite met mijn vitamines nemen elke dag. Dus ja, multivitamin en hair, skin en nails. Love it. Oké, dat was het. Ik ga mijn video afsluiten. Ik heb eindelijk een video best wel snel klaar. Nu nog de editing. Ik hoop dat ik daar snel tijd voor ga maken. En dat deze video snel online kan. Mijn arm begon af te sterven. Dus ik heb mijn camera even neergezet. Anyways, ik ga deze video even afsluiten. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar weer een random video van mij. En sorry dat ik zo weinig video's plaats.
ik wil echt meer plaatsen. Het komt er gewoon vaak niet van. Maar op mijn Instagram daarentegen ben ik super, super actief. Dus geef me een follow, Katarina_fitlife. En daarnaast wil ik jullie ook echt om een enorme gunst vragen. Om, als jullie gaan shoppen bij MyProtein, kunnen jullie dan mijn linkje gebruiken en code. En met de code krijgen jullie 36% korting. Dat is natuurlijk super fijn voor jullie. Maar als jullie ook mijn linkje gebruiken, dan zien MyProtein ook dat jullie via mij daar zijn gekomen. En dan supporten jullie mij direct. En dat zou ik echt heel erg waarderen. Ja, dat was het. Dus super bedankt dat je naar de video hebt gekeken. Maar vergeet ook niet to thumbs up en abonneer. By the way, dit is echt mijn favorite top van MyProtein. Echt een aanrader. Als ik één kledingstuk moest aanraden van MyProtein, dan is het deze top. Met de Powersport BH die ik nu niet aan heb, maar... Oh my god. Geweldig op backdays.